staan hier heerlijk in het zonnetje in de buurt van Zaltbommel. We zijn bij het project van de kabeltracé. En hier gaat Reinder ons wat meer vertellen over wat er nou echt gebeurt in het veld. En welke praktijkoplossingen gebruikt worden om de problemen op te lossen. Ja, we zijn hier, welkom trouwens allemaal. We zijn hier op het kabeltracé Zaltbommel-Zuilichem. Dat is een 150 kilovolt aansluiting. Op een tracé van 12 kilometer worden drie tracks gerealiseerd. Dat gebeurt met open ontgraving en met horizontaal gestuurde boringen. Nou, we hebben hier voor ons een kleine indruk neergelegd van het tracé zelf. En op een aantal punten is bronbemaling nodig. De BRL 12.000 is van toepassing op dit werk. En dat heeft ons in het voortraject en nu in de uitvoering heel erg ondersteund in de zaken die wij op ons hebben genomen. Onze hoofdaannemer, opdrachtgever van de bronbemaler, die heeft gevraagd om een heel advies en de watervergunning die er ligt te vertalen naar een technisch uitvoeringsplan. Zoals we dat kennen, ook in de BRL 12.020 zien we dat terug. We zijn hier pijlbuizen wezen plaatsen op het tracé en we hebben ons eigen onderzoekje ook gedaan om zo dicht mogelijk bij de uitvoering te komen. Er zijn natuurlijk altijd wat verschillen tussen theorie en praktijk. Dat vinden we hier ook in het project terug en daar gaan we straks in het veld ook nog wat van terugzien. Op een aantal locaties is de deklaag hier ietsjes dunner dan voorzien. Dus dan moet je de bemaling daar iets anders voor instellen of voor andere maatregelen treffen. Naar de omgeving wordt ook gekeken. We zitten hier natuurlijk in een gebied waar best wel wat, zoals je ziet, landbouw, akkerbouw, kascomplexen zijn hier ook. Omgevingsmonitoring is ook een onderdeel van onze werkzaamheden. Je zegt, oké, er zijn heel veel omgevingsfactoren en we zitten hier vlakbij de Waal, een vrij grote rivier. Heeft dat dan nog een invloed op het project? Ik vind dat een hele goede vraag die je stelt. Ja, dat is zeker van invloed hier binnen het project. We kennen hier een bodemopbouw die heeft een deklaag die eigenlijk slecht doorlatend is en daaronder een heel groot zandpakket. Wij noemen dat watervoerend pakket en die staat met de Waal in verbinding. Dus op het moment dat de rivier de Waal een hoge stand heeft, dan drukt dat water door in de omgeving. En dat zien we dan ook terug in ons project. Nou, die deklaag die vrij ondoorlatend is, daarin wordt gegraven, daar wordt die kabel in aangelegd. Het ongraven is gewicht weghalen, terwijl de waterdruk, waterspanning onder tegen de deklaag aanduwt. Op het ogenblik kennen we een periode van droogte, is de rivier staat laag en dat is eigenlijk gunstig. Dat is in het voordeel van het project. Op het moment dat de rivierstand hoog zou zijn en het water hoog staat, is er meer druk van onderuit. En doordat we dat gewicht wegnemen, moet je ook veel meer inspanning doen om te zorgen dat de bodem niet gaat opbarsten, zoals we dat noemen. Dat het bodemevenwicht dus stabiel blijft, zodat die sleuven niet openscheuren of dat water van onderuit niet gaat intreden. Nou, daarvoor hebben we spanningsbemaling in dit gebied. En inderdaad, die rivier is daar van invloed op en op het moment is dat gunstig en natuurlijk nu ook minder water verpompen, minder effect naar de omgeving door de lage standen. En dat is een bijkomstigheid van het moment in het seizoen waar we nu in zitten. Ja, dus je noemde net al de spanningsbemaling als een techniek die jullie gebruiken om te compenseren voor de Waal. Maar zou je daar wat meer over kunnen vertellen hoe dat in zijn werk gaat en zijn er misschien ook nog andere technieken die jullie toepassen op dit project? We passen eigenlijk drie systemen toe op dit project. De spanningsbemaling die gaat door die slecht doorlatende deklaag. Dat is om de waterspanning aan de onderkant van de sleuf weg te halen, om dus de druk te verminderen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook werkzaamheden in het tracé zelf wat ontgraving plaatsvindt. Afhankelijk van wat we aantreffen in de bodemopbouw zijn er korte verticale filters die we toepassen als phreatisch bemalingssysteem. En het wordt aangevuld met open bemaling. Open bemaling hier bestaat uit of het afzuigen of afpompen van water uit een gat. Of er wordt een drain tijdelijk aangelegd met een beetje zandopvulling. Om ervoor te zorgen dat water in het zandpakket zich naar die drain toe begint, toestroomt. En van daaruit onttrokken wordt, zeg maar. Dus eigenlijk passen we drie verschillende systemen toe. Dat is de spanningsbemaling die de diepere laag ontlast, zodat de sleuf niet opbarst.
phreatische verticale bemaling om toestroming vanaf de zijkanten op te vangen en om het voor de jongens die ook in de sleuven werken werkbaar te houden, een stukje horizontale bronbemaling om de sleuf begaanbaar te hebben, zeg maar. Aantal moflocaties, dat leg ik even uit. Kabels die hebben een bepaalde lengte en die moeten aan elkaar geknoopt worden, zeg maar, voor het volgende trekstuk. Een moflocatie is een vaak wat groter stukje waar ook eventjes aandacht nodig is voor bemalen. En die staat vaak wat langer in de bemaling en daar wordt met name open bemaling met drains toegepast. Dus van tevoren ligt er al een plan, maar je zei net ook al, de praktijk en de theorie die wijken soms van elkaar af. Hoe hou je dat in de gaten of alles wel loopt zoals je het verwacht? Of nee, ik kan me ook voorstellen dat je wel eens dingen tegenkomt die je van tevoren niet aanziet komen. Wat we doen als wij aan de voorkant van zo'n opdracht tot uitvoering staan, is nagaan wat er in de 12.010 geschreven is en waar de watervergunning uit is opgebouwd. Er zijn natuurlijk vanuit de watervergunning ook een aantal eisen en zaken die in de gaten gehouden moeten worden. Een aantal zettingsvoelige objecten of gebieden wordt vaak voorgeschreven. Daar moet je monitoring op toepassen. Dat staat soms ook in het advies wat eraan ten grondslag ligt of het geohydrologische rapport. Er zijn ook zaken die we tegenkomen dat wij vinden van dat is een aandachtspunt. Want we gaan tracé verkennen. We gaan kijken waar gaat het langs. We plaatsen pijlbuizen en wij gaan eigenlijk een soort van check doen of toets doen van wat er in theorie en uit de veldonderzoeken naar voren komt, waar wij mee mogen gaan werken. Dat is de basis van ons technisch plan. Dat vullen wij aan met een aantal zaken die we zelf in het veld constateren. Zo hebben we bijvoorbeeld op een aantal plekken hier in het veld geconstateerd dat de deklaag, die een bepaalde dikte heeft, dunner is. Ja, dat heeft direct gevolgen voor natuurlijk het instellen van de bemalingssystemen, hoeveel inspanning je moet verlenen om dus bijvoorbeeld die spanningsbemaling daar toe te passen. Want als er bijna geen deklaag over is, of soms helemaal weg, ja, dan is het geen spanningsbemaling meer, maar dan krijg je dus dat je een behoorlijke toestroming aan grondwater moet verpompen. En dan wordt het automatisch weer een phreatische bemaling. Nou ja, en van daaruit houden wij in het tracé met pijlbuizen heel erg in de gaten waar het langs gaat, of wat er te doen is. Oké, Reiner, dat is heel erg interessant om meer te weten over de monitoring. Ik ben nu wel heel erg benieuwd, heb je dan ook een soort van stoplichtsysteem of een alarmsysteem als die grenswaarden overschreden worden? Wij werken als het gaat om de monitoring van grondwaterstanden hier inderdaad met een stoplichtsysteem. Groen, rood en oranje. Bepaalde waardes die worden daaraan toegekend, zeg maar. En die worden in de gaten gehouden. Er zit voor een deel handmatige monitoring binnen dit project, maar ook telemetrische monitoring. Dat betekent dat daar dataloggers in hangen. Die zijn ingesteld op een bepaald niveau en geven een signaal af op het moment dat een stand wordt onderscheiden of wordt overschreden. Wij kiezen daarvoor veilige marges, zodat wij in de stoplichtmethodiek, is het goed dan is het groen, zeg maar. Is er wat aan de hand en moeten wij iets gaan bijstellen of in de gaten gaan houden, dan springt dat stoplichtje op oranje als het ware. En dat heeft met de waardes te maken die wij of in het veld constateren vaststellen, of die wij via de telemetrische systemen doorkrijgen. Wat we natuurlijk willen voorkomen ten alle tijde is dat het stoplichtje rood wordt, want meestal is er dan echt iets aan de hand waarvoor we eerder mogelijke maatregelen hadden kunnen treffen. En dat is iets wat we wat niet wenselijk is. Dus als bronbemaler zit je niet op jezelf in je werk. Je bent onderdeel van een keten en je moet samen tot een oplossing komen. Hoe weeg je de belangen van alle partijen af? Als bronbemaler zijn wij dienstverlener en onderdeel van een veel grotere keten. Net zoals je aangaf, inderdaad. We hebben niet alleen met initiatiefnemers en hoofdaannemers van doen, maar ook met allerlei belangenpartijen, zoals een bevoegd gezag. In dit geval een waterschap die vergunning verleent, ook handhavend optreedt, controlerend is. Soms omgevingsdiensten, provinciaal. Je komt met allerlei partijen in aanraking, maar ook natuurlijk met de grondeigenaren, particulieren, waarbij je dus, omdat je invloed op een omgeving uitoefent, ook bij hun, zeg maar, op het erf komt.
niet zichtbaar, maar het effect van de bemaling heeft soms een invloed naar de omgeving toe. En daar moeten we dan inderdaad ook monitoren. Ja, en als bronbemaler is het eigenlijk een spil in het web. Want je pompt water weg, dat is waarvoor je komt met verschillende systemen. Maar dat heeft ontzettend van invloed op de voortgang en werkzaamheden van andere partijen. Op tijd het water weg hebben betekent dat het grondverzet in voldoende tempo door kan gaan. De aanleg in dit geval van de kabels. Op tijd monitoren, op tijd ook stoppen met bemalen, zodat er weer afgewerkt kan worden en dat de landeigenaar weer over zijn terreinen kan beschikken. Je bent onderdeel van een keten van allerlei processen. Dat begint inderdaad aan de voorkant met een stuk theorie en watervergunningen helpen verzorgen. Vaak worden we ook wel tijdig betrokken om praktische invulling te geven aan het theoretisch verhaal, zodat het zoveel mogelijk in de praktijk tot zijn recht komt. Om op die manier met elkaar het werk te kunnen maken. Wat we wel merken is dat het wel wenselijk is om steeds vaker betrokken te worden in het voortraject. Die wens is er vanuit de bronbemaler heel erg. Hoe eerder je aan tafel zit bij tenders of initiatieven, hoe eerder je met elkaar kunt praten ook over een stukje risico, gevaar. De stoplichtmethodiek waar we het net over hadden, die geldt natuurlijk niet alleen voor daadwerkelijk de monitoring in het veld, maar heeft ook te maken met van tevoren nadenken over wat is een aanvaardbaar risico. Hoe kunnen we een bepaald stuk van het tracé doorkruisen? Welk type bemaling hebben we daarbij nodig? Kunnen we werkzaamheden op elkaar afstemmen om dingen te verkorten, risico's weg te nemen en op zo'n manier door mee te praten aan de voorkant in zo'n hele keten? Ja, dat zou wel wat wenselijker zijn. En uit de BRL 12.000 komt naar voren dat alle partijen iets aan elkaar doorgeven en naar elkaar weer terug kunnen evalueren, hè, van theorie tot praktijk. En het zou heel wenselijk zijn, denk ik, om daar in de toekomst nog wat meer aandacht bij te hebben, zodat die uitvoering en die praktijk nog meer verweven raakt met het theoretisch deel. Nou, heel interessant om te horen dat die rol van de bemaler toch best wel belangrijk is in die hele keten. En dan ben ik heel erg benieuwd, binnenkort wordt de BRL 12.000 opnieuw geüpdate. Is dat iets wat we daar zouden moeten borgen? Wat we in de eerste en in de tweede versie van de BRL 12.000 zien, is dat die is opgebouwd uit eigenlijk vier stappen, vier protocollen. Wat heel erg naar voren komt, is dat de 12.030 en de 12.040 eigenlijk in elkaar verweven zijn. Het is een stuk uitvoering, begeleiding en eindafhandeling van het project. Het zou mooi zijn als die samen in elkaar op zouden kunnen gaan, want eigenlijk is het al één. En dat daarnaast iets geborgd wordt inderdaad binnen de BRL 12.000, dat meer aandacht naar voren wordt gebracht van de uitvoering, de ervaringen die opgedaan worden, om die te delen met de mensen die in het voortraject bezig zijn met het ontwerp, met het advies, met het richtinggeven van het project, bemalingssystemen, risico's. Die kun je denk ik nog beter met elkaar bespreken en aangaan als je meer naar elkaar toe zou trekken. En dat is natuurlijk een hele mooie, unieke kans die je krijgt als je een BRL gaat updaten, om daar in de stappen die doorlopen worden nog weer iets van mee te nemen. We staan hier bij een stuk van het werk, een sleutel die in de bemaling staat. En we zien hier een stukje spanningsbemaling met de verticale filters en horizontaal een drain voor de open bemaling.